We zijn aangekomen op ons heuvel Punthoek Setumbu. We zijn nu onderweg naar boven aan het wandelen. Om te zien, om de zonsopgang natuurlijk te zien. Ik hoop dat we een beetje zonsopgang zien, want het heeft er goed geregend hier. Ja, dus de kans is groot dat we ter wolken zijn. Gebied niks gaan zien, want we zien eigenlijk alleen maar wolken. Maar we zullen zien. Daar gaan we de goede moeite in. Oké, we zijn net terug van het uitzichtpunt. We hebben niet super veel gezien, want er waren echt heel veel wolken, maar het was toch wel echt een heel mooi zicht. Ja. Dus nu gaan we terug naar beneden en pakken we de auto richting de tempel. Deze koffie? 630.000. En een van de 7 mogelijkheden gratis bij. Oh ja. Dat is wel Boven op de Borobudur-tempel. Dat is een boeddhistische tempel, ongeveer was dat 1200 jaar oud. We staan op, eigenlijk ook op ons eerste wereldwonder, want het is een van de 7 wereldwonderen. Kaching. Het was hier daarnet echt super rustig, dus we hebben heel mooie foto's kunnen maken en heel mooie video's. Maar nu loopt hier vol met schoolkinderen en ja, het is gedaan voor vandaag. Die oefenen in Engels op toeristen, dus je wordt de hele tijd aangesproken of je wilt een interview nog alleen wilt verplegen. Ja, en na 2 interviews is het wel gehad. Dus het is tijd om ontbijt te gaan zoeken, want dat hebben we nog niet gehad. En het is ondertussen toch al 7:30. Yes. Go. In Prambanan, dat is ongeveer 1,5 uur rijden. Het is hier wel een pak drukker als vanochtend in Borobudur, maar het ziet er alvast super mooi uit. We zien er al een klein beetje aan. We zijn dus in Prambanan. Dat is een tempelcomplex, ongeveer 1500 jaar oud.
bestaat eigenlijk uit allemaal tempels op een groot vierkant vlak. Midden van dat vlak staan de grote tempels, dat je achter mij kunt zien. En daarin werden de goden eigenlijk aanbeden, zoals Vishnu en zo. En daar rond staan eigenlijk allemaal kleine tempeltjes, zodat je hier achter mij kunt zien. Die kleine tempeltjes werd eigenlijk gebruikt om de priesters te aanbidden. Nu, die kleine tempeltjes die zijn eigenlijk door aardbevingen in de laatste jaren zijn die vernield geweest. En ze proberen die wel te herbouwen, maar dat is heel moeilijk, want er wordt eigenlijk pas begonnen met de restauratie van een tempeltje als 75% van de stenen teruggevonden zijn. Nu, die stenen die worden constant gepikt en die liggen hier eigenlijk overal zo wat verspreid. Dus ja, dat is moeilijk. Maar hier achter mij is er al wel eentje dat alles herbouwt. En dat ziet er echt wel heel mooi uit. Hey, amai, dat was echt super indrukwekkend met die tempels. We vertrekken binnen 5 minuutjes en we weer terug naar Yogyakarta. Het zal nog een uurtje rijden zijn, denk ik. En dan weet ik wel wat wij nog even gaan doen. Slapen. Een klein beetje, want het is toch wel vermoeiend. Zeker omdat we gisteren eigenlijk gewoon niet op tijd zijn gaan slapen voor deze. Maar zeker de moeite als je ooit eens in Java bent, dan zal deze op je lijst staan om te doen en wij snappen nu wel waarom.